Een hele goede morgen. Jij kan ook goeiemorgen zeggen. Ja. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Welkom bij deze nieuwe Ups & Down. Ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar de kapper. Gaan we vandaag naar Eindhoven? Ja. Ja, we gaan vandaag naar Eindhoven, je hoort het. Ik wilde nog heel even naar de Primark en naar de Miniso. En ik wil ook nog iets halen. Oh jee, wat wil je halen? Ja, dat is... De fanstore. Oh, Niels wilde nog eventjes naar de PSV-winkel. Dus dat zijn dingen die wij al tijden willen en al heel lang uitstellen. En nou is Niels vrij. Is dat been? En nou is Niels vrij en nou maken we daar tijd voor. Dus de kinderen gaan naar de kapper met Niels samen. En dan is thuis even gauw douchen. En dan zijn we klaar om te gaan. En maar om 12 uur gaan ze eerst even naar de kapper toe. En ik ga ze dadelijk ontbijt maken. Ontbijt / lunch. Waar ze dan zeg maar tot 11:30, 12:15 aan kunnen snijden. En dan gaan we ze wel wat aandoen. En dan gaan ze naar de kapper. Jongens, spring boven papa. Boven papa springen. Oh. Woehoe. Papa. Oh, kijk uit papa. Papa achter je. Nee. Abracadabra's. Je mag wel springen. Ik heb het knuffelen. Wat au. Waar heb je au? Waar? Oh. Is dat Bing? Nee, is dat Bing? Oh no. Oh no. Stuk. Waar is die stuk? Yay! Ja. Ja! Even lekker ontbijtje voordat we naar de kapper gaan. Dan zijn ze in ieder geval goed gevoed en dan kunnen we weer even door. Ze zijn geknipt, geknipt en geknipt. En wij zijn nu onderweg naar Eindhoven. En ja, mijn bril staat nog steeds scheef. En die blijft denk ik ook scheef staan. Van de week maar ergens een keer eventjes regelen. Maar goed, wij gaan richting Eindhoven. Eerst gaan we naar de PSV Fanstore, want Niels wil daar even koekeloeren. En dan gaan we naar de stad daar. Zo, en toen waren we weer onderweg naar huis. Ik ga dadelijk, als de kinderen thuis zijn, ga ik jullie laten zien wat we allemaal gekocht hebben. En voordat iedereen dadelijk begint te vertellen van ja, je hebt geld uitgegeven en dit en dat. We hebben hiervoor gespaard, het is vakantie. Dus dat. De kinderen die zitten nog allemaal even een filmpje te kijken. En als we daar thuis zijn, dan gaan ze niet al te laat naar bed. Kinderen liggen in bed. Die hebben naar bed gewerkt. En nu... Nu gaan we de schade bekijken. Ja, dat. We zijn bij de wens van jou geweest. Ja. De PSV-winkel, de PSV-stadion. Niels heeft ooit een keer een... voetbal gehad van het Nederlandse elftal. Van het PSV-stadion. Van het PSV-stadion. En die is uit onze tuin gegapt. Mm-hmm. En dat vond ik wel heel zielig. Dus we hebben een bal van PSV gekocht. Die is voor ons. Maar we hebben niet alleen... Moet je dat nu doen? Nee. Wat dan nu? We hebben niet alleen dat gekocht. Want Niels zijn wens is, omdat hij natuurlijk 4 jongens heeft, was om uitshirtjes te kopen van PSV. Maar dat was ook niet de enige wens. Hij wilde ze ook nog bedrukt hebben. In het geboortejaar en de naam. En ik heb ze 2 maten groter ongeveer gepakt. Zodat ze ze volgend jaar ook nog aan kunnen. Want ik ben niet gek, hè? Dit shirtje kost, hoeveel kost dit? 75 euro. Ja,
kan de prijs nu niet vinden. Het was van 75 euro. Dan hebben we er ook eentje. Oh, hier staan geen prijzen in, want er waren nieuwe. Oh ja, er waren nieuwe. Maar het was 75 euro in ieder geval. Dan hebben we hier ook nog eentje voor Jordi. Want als Liam en Sam er eentje krijgen en papa er een krijgt, dan krijgt Jordi die ook. En ja, het is een rip uit je lijf. En ja, ook ik denk bij mijn eigen, nee. Maar dit is wel een wens die hij echt al lang, lang, lang had. Hij heeft er volgens mij. Dus ja. En dan hebben we ook eentje met Ilse geboortejaar. En papa achterop. Dus die hebben we ook. Hij is gevallen. Kun je even oprapen, doen? Jij doet die kaartjes eruit halen. Mm-hmm. Dus die hebben we ook. En we hebben er ook eentje voor Sam met zijn geboortejaar. Dus ja, al met al, rip uit je lijf. Maar hey, dan moet ze 2 dagen drogen. En dan, dan kunnen ze in principe aan en kan ik ze uitwassen. Dan zijn we ook nog heel eventjes bij de Douglas geweest, want deze was op, dit is dagcreme en deze is ook bijna op, dat is voor mij, dus dat. Dan had je hier in Den Bosch had je een winkel, die heette Miniso, maar die is gesloten en die heb je dus alleen nog maar in Eindhoven zitten en nog een paar andere steden, maar ja, ik wilde toch naar Eindhoven toe, Niels wilde naar Eindhoven toe. Want ik wil naar de Primark en naar de Miniso. Dus hebben we alles in 1 keer gedaan. Jinte is heel erg fan van, hoe heet die dingen? Pennies? Pingwings? Pingwings. En Jinte heeft echt heel veel pingwings. Jinte moet binnenkort voor de tanden geopereerd worden. En ja, dat is gewoon heel zielig. Dus ik heb ze deze zelf laten uitkiezen. Ze weet dat ze hem krijgt van mij. Van ons. Maar ja, omdat ze geopereerd wordt, krijgt ze deze. Ze was er heel blij mee, in ieder geval. En binnenkort komt ze hem ophalen om te knuffelen. Dus dat. Liam heeft een krokodil van de Miniso, toen hij nog hier zat. En dat zijn echt hele fijne stofjes. En hij wou nu een haai. Het zit in zijn haaienperiode. En omdat Liam een haai had, dacht Sam, die wil ik ook. Dus... we hebben ook voor Sam een haai. Dus we hebben 2 haaien. Toen zijn we naar de Primark geweest. Daar heb ik... mij boeit het niet of het voor een man of een vrouw is. Want ik vond hem gewoon grappig. De Simpsons pyjama set voor mijzelf heb ik gekocht. Ik heb een pyjama voor Liam of Sam gekocht. Ik heb deze voor Jordi gekocht. Ik vond hem gewoon grappig. Ik hou daarvan. Ja. Zit goed toch? Het is maar goed dat ik een grotere maat heb gepakt. Hij mag niet in de hoger. Nee, dat mag sowieso niet met die. Dan heeft Niels, hij heeft nog, want die doet graag sporten, heeft nog een sportshirt. Dan heb ik voor Liam en Sam heb ik nog Teenage Mutant Ninja Turtles. Dat is gewoon een herinnering van mij, van vroeger. Keken wij vroeger. Keken jullie dat ook vroeger? Maar dit vind ik in ieder geval leuk. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Dan heb ik voor mezelf deze broek gekocht. Het is lekker een wijde broek. Daar hou ik wel van. Dan heb ik ook nog voor mezelf een korte broek gekocht. Ik vond niet zeg maar heel veel voor Liam en Jordi en Sam bij de Primark. Het was of niet Jordi's maat of het was net. Maar ik heb wel voor iedereen een shirt gevonden. Voor mezelf slippers. Ik heb voornamelijk voor mezelf. Ja, zijn uit dezelfde maat, hè? Ja, hier was zijn dezelfde maat. Dat zie je goed. Ja. Dan heb ik voor mezelf nog lekker een grote trui. Voor dadelijk als het weer slechter weer wordt. Maar ik heb nog een trui. Scooby-Doo. Scooby. En dan heb ik voor mezelf ook nog een broek.
ik hou ervan dat het zeg maar hier zo zit en niet zeg maar een knus is. Dan heb ik ook nog voor mezelf een pyjama shirt van de Minions. I like Minions. Dan, ja, het is echt egoïstisch, maar ik heb ook nog voor mezelf heb ik ook nog deze gevonden. Vond ik ook leuk. De laatste aankleding. Dit shirt. Vond ik ook leuk. Dan heb ik voor Liam, die is op dit moment een beetje aan het veranderen in bekers, want hij drinkt niet super goed, maar dan geeft hij ook aan dat hij eigenlijk die beker dan niet wil. Heb ik deze gevonden. Deze heb ik voor Liam gevonden. Sam drinkt daar niet uit. En dan heb ik voor mezelf ook nog deze twee gevonden. Dus ja, dat was onze shoprol. Ik ben heel egoïstisch geweest vandaag. Nee, het is niet egoïstisch. Ik ben echt overal doorheen gelopen en gegaan. Niels kan het me bevestigen. Was gewoon niet zo heel veel voor de kinderen waarvan ik dacht, dat is wat. Dus ja, maar ik vond voor mezelf wel een aantal dingen waar ik blij van werd. Dus ja, dat. Dit was onze shoplog en tot de volgende keer maar weer. Een hele goede morgen. We hebben al een drukke ochtend gehad en het is pas 11:50. Duco is op bezoek geweest. En wie zou Duco zijn? Duco is de oudste zoon van Inge. Duco is 21. Kijk Niels ondertussen even aan. En Inge is mijn leeftijd, misschien 1 of 2 jaar ouder. Dus doe je rekenwerk maar. Ja, ze was Tine moeder. En ja, Emiel was gewoon de vader. Die is vader van alle kinderen. Dus die twee waren gewoon al samen. Maar Duco is dus 21 en is dus al zo goed als volwassen. En die ging met vrienden naar de Tilburgse kermis. En toen kwam hij bij ons lekker gezellig ontbijten. Dus dat was heel gezellig, hè Niels? Mm-hmm. En ja, wat we verder vandaag gaan doen, dat weten we nog niet. Daar gaan we nog kijken. Maar we hebben in ieder geval gezellig ontbijt. Zo dadelijk even de vaatwasser uitruimen en inruimen. En de keuken even opruimen. Maar het was wel gezellig dat Duco even kwam ontbijten. Ik ben eten aan het maken. Ik heb... eten. Ja, ze eten mama maken, hè. Gakballetjes, rundergakballetjes met allemaal kruiden erin. Tomatenrijst. Ik heb voor de kinderen heb ik aardappelschijfjes er nog bij. Ik heb broccoli. En ik heb gewoon wat rijst. En dan denk je bij, waarom 2 keer rijst? Nou ja, als dat zou mislukken, dan had ik in ieder geval rijst. Maar dit kan ik ook gewoon invriezen, dus dat is geen probleem. Witte bonen en tomatensaus voor Jordi onder andere. Die andere twee krijgen dat ook wel een beetje, maar hè, voornamelijk voor Jordi, want die is daar gek op. En ja, dat is wat we eten. Recept heb ik niet. Nee, ik heb maar gewoon wat gedaan. Het is echt op gevoel dit. Ik heb ook die tomatenrijst nog nooit gemaakt. Het is echt op gevoel. Ik doe maar wat. Niels die is heel even met Liam en Sam naar de speeltuin. Kom eens vasthouden. 1, 2. Oké. Jordi die zit aan mijn schouder te hangen. En ik heb weer een stok schouder. Het is niet zo heel prettig, kan ik je vertellen. Ja. Trouwens, we moeten nu beginnen. Hij is wel heel vrolijk. Ondertussen heb je op de tablet staan. Hè? Even lekker genieten van de rust. Nee, je mag niet pakken. Je mag niet pakken. Je mag niet pakken. Je mag niet pakken. Maar we kunnen toch knuffelen, hè? Even knuffelen. Mag ik ook een kusje van jou? Nee, je gaat niet pakken. Jordi? Mag mama een kusje van jou? Nee? Nee. Ik wil aandacht van jou. Mag mama een kusje van jou? Mmm.
kusje van jou. Hallo? Ik wil kusje. Ik wil kusje. Dan moet gewoon show, hè? Stiekem niet hij. Van elke seconde. Hallo, doe mijn neus. Hey, hallo. Hey. Gelukkig is het niet deze schouder, maar die andere. Het is toch alweer 30 kilo. Wat ik aan tegenhouden ben, hè? 30 kilo. Zij klaagt ook een beetje op buikpijn. Hij ligt. Ja, wacht. Je ziet het niet zo goed. Maar hij zit met zijn kont, zeg maar, met zijn benen wat omhoog. En zijn kont naar beneden, waardoor dat hij kan poepen. Dus zo zit hij nou. En hij laat al de hele tijd scheetjes enzovoort. En ik zit nu al bij een kwartier zo. Oh, zijn buikpijn is echt wat. Oh. Nee, want je hebt net nog scheetje gelaten, dus dat komt nog aan. Hey, hey, goed zo, hè? Maar hij is wel heel blij. Voor de mensen die denken dat hij niet blij is, hij is wel heel blij, want hij wiebelt ook met zijn voeten. En je schenk. Ja. Hij wiebelt ook gewoon met zijn voeten. Oh. Zit je nou goed te lachen, kleine vliegt? Oh, nou is hij afgelopen. Oh no! Nee, mama! Mama, nee! Hebben we? Nee! Wil je klappen? Gaan we klappen? Klappen. Oké, klappen. Klappen zijn de handjes, blij. Op Jordi's balletje. Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi's zij. Ben je nog een keer? Mama, nog een keer? Ja, klappen. Dat doe je zelf, hè? Klappen in de handjes, blij. Op Jordi's balletje! Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi's zijn. Zo vaart onze Jordi voorbij. Wil je nog een keer? Laatste, hè? Hij doet het ook helemaal zelf, hoor. Kijk maar. Ik doe niks. Klappen in de handjes, blij. Op Jordi's balletje. Allebei. Handjes in de hoogte en handjes in Jordi's. Nou, die altijd tegen. Voorbij. Ja. Dankjewel, schatje, dat je mama kopje deed. En ik weet ook waarom dat je dat doet. Dus mama gaat jou gewoon weer even laten. Hè? Mama gaat jou gewoon weer even laten. Dan kun je nog even een filmpje kijken en dan gaan we je zo verschonen. En dan kun je zo naar bed.
Moet hij aan? Zo, hij gaat even kabouterplop kijken. Hij gaat er ook zelf vanaf nu. Ga er zelf vanaf? Ja? Oké. Geregeld. Dan gaat hij nog even verder. Maar dit is wanneer Jordi met mama's haar bezig is geweest. Maar voor de mensen die denken hij vindt het niet leuk. Dit was wel echt iets wat hij leuk vindt. Hij heeft dan in zijn hoofd dat hij tablet wil kijken. Maar stiekem vindt hij dat gewoon dan heel leuk. Maar hij had buikpijn, dus ik ben even met hem zo gaan zitten. Ik heb ook al een datum wanneer dat hij weer botox krijgt. En dat is eind augustus. Dus ja, duurt nog even. Maar ja, we gaan het zien. Maar wat ik dus heb aan mijn schouder is, ik heb slijmbeursontsteking. En dat is eigenlijk in feite een chronische slijmbeursontsteking. Kan niet zoveel aangedaan worden. Ja, je kan uiteindelijk operatie en dat soort dingen allemaal laten doen. Maar het is zoals het is. En weet je, ik sliep toch continu met die kinderen. Dus ja. En nu is Niels nog thuis. Dus Niels zei ook al van, neem je rust. Dus ik ga daar ook nog eventjes de vaatwasser uit en inruimen. En dan hier nog wat opruimen. En dan ga ik gewoon lekker mijn nagels doen. Want ook die zijn weer nodig. Dus ja, dan ga ik gewoon even lekker mijn eigen ding doen. Ja. Ik ben bezig met mijn nagels. Alle kindjes liggen op bed. Niels heeft wat opgeruimd hier. En Niels is met de kinderen naar de speeltuin geweest. En ik ga je nu een paar filmpjes van zien. Ja, nee, je kan dat zelf. Boom. Wat zijn het toch ook een stel apen? En vooral Liam is een aap. Hij kan gewoon de gekste dingen, daar kan hij gewoon opklimmen. Het is ongelooflijk hoe hij dat kan. Dus ja, dat. Ik ga even verder met mijn nagels. En dan ga ik bank hangen. Want dat. En ik ga weer naar mijn nest. Morgen weer een nieuwe dag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een hele goede morgen. Ik heb mijn nieuwe pyjama aan. Ik weet niet wat ik vandaag ga doen, maar ik had gewoon behoefte aan mijn nieuwe pyjama aan te doen. Nee, laat aan. Weet hij niet aan. Hij was brandweerman. Doe die uit in de wasmand alsjeblieft. Sammy en Liam zijn al beneden. Die hebben ook al drinken gehad en een dingetje te hebben. Niels is met Jordi boven bezig. Om dan de trap af te gaan. Ja. Dus, ja dat. Maar Liam en Sam hebben in ieder geval een schone luier en een drinken gehad. Van Jordi staat de fles hier, dus die staat ook al klaar. En het wordt vandaag mooi weer. Dus, ik denk dat de kindjes voornamelijk buiten mijn water gaan spelen. En Niels is erbij, dus dan kan ik hier beneden het een en ander doen. Want het is hier een bende. Wel met vakanties vind ik wel dat het erger bende is. Maar ja, kleine geitje had je toch? Ik
Go Jordy. Go oh, Jordy. Dat is een stof. Ja, een stof. Jullie goed stappen. Mama. Ja. Waar zit je? Bij Niels gaat hij zo van de trap af. Bij mij is het voornamelijk dat hij wil gaan etterrennen. Dus Niels is tot nu al een paar dagen gewoon flink aan het oefenen. En volgende week ben ik aan de beurt om eens te kijken of dat het me lukt. Zonder dat hij aan mijn nek gaat hangen. Want Niels ook de afgelopen vakantie heel veel geoefend heeft. Is zelf op de aardkleedtafel stappen. Daar doet Liam heel veel mee helpen. Klim er maar op, Jordy. Goed zo. Heel goed voor jou. Dus hij is wel echt steeds meer aan het klimmen en aan het doen. Omdat Niels een stuk sterker is, kan hij dat veel beter, hoe moet ik dat zeggen, oefenen. Ja, veel beter oefenen. En zo kunnen we uiteindelijk wel dingen met hem bereiken. Maar ik oefen die dingen wel met hem. Maar ten eerste kan ik ze bijna nooit filmen, want ik ben met hem dan bezig en dan kan ik het niet filmen. Ten tweede, als hij geen zin heeft, dan gaat hij ook niet meewerken. En ten derde, wat dat betreft kan Niels beter dingen met hem voor elkaar krijgen. Ben ik even heel eerlijk in, dat is gewoon zo. Maar goed. Liam is even Jordy aan het helpen nu. Niels en Jordy. Kan er niet filmen, maar Liam die helpt heel graag op dit moment. Inmiddels zijn we alweer een paar uur verder. En hebben we besloten dat Niels vandaag picanha op de barbecue wil gaan maken. En ja, daar heb je wat spullen nog voor nodig. Wil hij de Teletubbies of Boomba? Waar heb je de ding liggen dan? Ik ga met Jordy heel even naar de winkel. En ik moet even zijn speelgoedje zoeken. Maar ik heb geen idee waar hij dat ding heeft neergelegd. Oh ja. Dat is ook altijd een zoektocht. Als je met Jordy weg wil, dan moet je altijd zijn speelgoed zoeken. Dus ik ga met Jordy heel even naar de winkel toe om even wat boodschapjes te halen. En dan ben ik weer thuis. Ga ik weer thuis dingen doen. Ik heb ondertussen ook alweer was gedaan enzovoort. Ik ben in mijn Simpsons pyjama. Ik heb er goed schijt aan vandaag. En Jordy zit lekker in zijn hele romper. Tadaa. En wij gaan nu lekker op pad. Tot dadelijk. Heb je die groene thee doen? Ja, Niels heeft picanha, hè? Mm-hmm. Picanha gemaakt. En hij is er zo uitgekomen. En nu gaan we hem snijden.
erop ligt. En als het dan op je bord ligt, dan ziet het er zo uit. En ik heb er wat stokbrood bij. Ga jullie ook meenemen en hoe het smaakt? Jij ook smakelijk, Niels? Dus ik ga even een stukje afsnijden. Dan kunnen jullie zien wat ik ervan vind. Of dat het voor herhaling vatbaar is. Het is wel taai om te snijden, jongeman. Ja, we hebben niet de goede mes. Nee, dat klopt. Dat is waar. Ben je weer aan bellen, jongen? Dan gaan jullie op mijn mam supreme er weer bij liggen. Nou, nou. Er zit wel een lekkere rooksmaak aan. En ook de kruiden vind ik er lekker bij. En nee mensen, dit ga je ook niet elke dag eten. Dit is ook niet dat je dit... dit is gewoon lekker. Gewoon een keer van genieten. En ja, ik ben flink aan het snijden, maar dat is een stukje vet wat ik hier heb. Als je dat niet lekker vindt, moet je dat ook even wegsnijden. Maar ik ben wel van mening dat je het helemaal geproefd moet hebben. Ja, lekker. Nog even, Niels kan koken. Ja. Nog even en ik eet volledig zijn eten. We hebben de boel gepoetst en netjes. Ik ga zo dadelijk nog even spullen pakken en voor morgen van alles klaarzetten. Want wat we morgen gaan doen, gaan jullie in de volgende vlog zien. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.